We lazen het onlangs nog in de krant. Twee jonge Belgen die willen een topsportschool voor gamers uit de grond stampen. En die heet de University of Gaming. En daar weet Ries alles over. Dag Ries. Hallo. Hey. Ja, de University of Gaming. Wat moet je mij daarbij voorstellen? Een university, een soort van academie, dat effectief een academie zal zijn hier in België, waarschijnlijk in Gent of Antwerpen, waar mensen die professional gaming willen leren, die echt een carrière willen uitbouwen in gaming, terecht kunnen. En die daar dan alles willen leren over alle aspecten qua psychologie en sociaal dynamiek en zo die erbij komen kijken. Ja, zo'n professionele gameschool. Ja. En het idee, komt dat van jou? Heb jij dat bedacht? Of is dat een concept dat al bestaat in het buitenland? Ik werk samen met Tjern Boumaza, die veel gamers zullen kennen als Athene, een wereldwijd bekende professionele gamer. Ja. Heeft miljoenen fans online en wij hebben altijd zowat En hij is bekend als Athene. Athene, dat is zijn virtuele naam. Vooral in World of Warcraft, waar hij veel records heeft gebroken, zelfs ook in online poker. Ja. En wij hebben altijd zo'n idealistische state of mind gehad van hoe kunnen we met onze projecten fantastische dingen verwezenlijken. En professionele gaming, wij keken naar gaming van kijk, bij gaming komen we eigenlijk allerlei dingen kijken die toepasbaar zijn op het dagelijks leven, die toepasbaar zijn zelfs op business, sociaal dynamiek, zelfs wereldproblematiek. En we dachten van, als we daar nu eens een university, een soort van academie voor kunnen oprichten waar we die dingen aanleren, niet alleen in de context van gaming, maar waar dat de mensen dan achteraf ermee kunnen doen wat ze willen. Ja, problematiek in games? Wat bedoel je daar? Ik heb het over wereldproblematiek. Wat ik daarmee bedoel is, gamers die elke dag bezig zijn met gaming en zo, wat een enorme doelgroep is, worden eigenlijk heel goed in het oplossen van problemen. Zijn constant bezig met kritisch denken, objectief dingen benaderen. En dat zijn dingen die toepasbaar zijn op alles. En meestal wordt dat niet doorgetrokken naar andere dingen, maar dat is een beetje een verkeerde manier van denken. Want als je gamers inspireert om die vaardigheden toe te passen op andere dingen, op whatever dat ze met hun carrière willen doen, of zelfs wereldproblematiek, dan komen die vaak met fantastische ideeën af. Ja, dus games moeten niet alleen zien als spelletjes, is veel meer dan dat. Zeker, en bijvoorbeeld, dat is wereldwijd veel meer aan het worden, een veel groter cultureel fenomeen aan het worden, maar op sommige plaatsen is dat al zo, zoals Zuid-Korea, waar professional gaming groter is dan bij ons voetbal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Herinner jij nog het allereerste game dat er op de markt is verschenen? Oergame van allemaal. Er waren zo wat probeersels ervoor, maar ik denk hetgeen wat echt doorgebroken was als de eerste mainstream game was zo wat Pong, denk ik. Ja, inderdaad. We hebben daar nog iets van teruggevonden op het net. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja, ik denk het ook wel. Dat was dan nog met die zwarte floppy diskjes. Ja, ja. Dat je moest in de computer steken. Ik denk nog net een klein beetje van voor mijn tijd. Ik ben meer opgegroeid met Wolfenstein en Doom. Maar, ja, dan ben je iets jonger dan mij waarschijnlijk. Maar nu is alles wel enorm geëvolueerd, hè? Ja, ja. Dus je hebt die virtuele wereld, je hebt zelfs nu echte acteurs die meespelen in games. Absoluut. Er is nu zelfs een revolutie in gameland. L.A. Noir. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Een fantastische game die is net uitgekomen, heel veel buzz rond en terecht. Omdat ze hebben daar zowel de lijn in de grens overschreden van waar dat de normaal wat dat met voiceovers en je hebt karakters die wat rudimentair geanimeerd worden in games. Maar hierbij hebben ze echt de performances van de acteurs volledig ingescand en volledig in de games overgebracht. Wat heel bizar is bijna om te zien, omdat je ziet echt volledige acteerprestaties in de games. Ja, ja, ja. Ja. Heel fascinerend hoe dat aan het evolueren is. Ja. Ja, dat is echt een totaal andere wereld, hè, die virtuele wereld. Mm-hmm. En gamers zijn constant bezig met het uitzoeken van oplossingen voor problemen in die virtuele werelden. En het is tijd dat we ons zo wat de vraag stellen van als gamers daar zo goed in worden, omdat gamers spenderen er zoveel tijd in, dan zijn die eigenlijk misschien ook wel goed in het oplossen van echte problemen. Mm-hmm. En dat is zo wat. Dus ben je eigenlijk mensen aan het overtuigen om toch naar die universiteit te komen, hè? Ik kan me wel voorstellen dat er zo mensen, kandidaatstudenten, die vragen aan hun ouders, ja, ik wil graag wel universiteit, mm-hmm. University of Gaming. Dat de ouders daar wel heel sceptisch tegenover staan. Zo van. Ja. Ja. Maar wat jij nu zegt, probleem oplossen en zo, en welke vakken worden daar nog gegeven op die universiteit? Dat is zo, niet alleen
Niet alleen probleemoplossend en kritisch denken, ja, maar zelfs dingen die vrij ver gaan, zoals psychologie en zelfs aspecten van neurologie. Omdat als je in... Want het gaat vooral over online gaming. Als je in een team moet samenwerken, moet je echt psychologisch inzicht hebben in hoe manage ik mijn team, hoe ga ik om met mijn teamleden, hoe interpreteer ik de emoties en de bewegingen van mijn tegenstanders. En er zijn zelfs mensen die tegenwoordig als bij sollicitaties aangenomen worden, gewoon omdat ze kunnen op tafel leggen van kijk, ik manage een guild in World of Warcraft en ik ben daar enorm succesvol in. En daarvoor worden ze aangenomen? Ja, omdat dat getuigt van enorm veel capaciteit. Dat is een hele taak. Het echt professioneel managen van een guild in World of Warcraft is niet te onderschatten. Maar is het er geen probleem als je de virtuele wereld bekijkt tegenover de realiteit? Aha. Dat mensen zich daar ook in gaan verliezen in die virtuele wereld? En dat misschien is... meer als werkelijkheid aanzien? Dat is een probleem, maar ik denk dat het belangrijk is om niet de stereotypen en de extreme gevallen als voorbeeld te gaan nemen van gamers. Die zijn er natuurlijk wel. En dat is iets waar mensen bewust van moeten zijn en daar meer verantwoordelijk mee omgaan. Maar dat zijn zeker niet de standaard gamers, denk ik. Ja, de virtuele wereld. Ik denk dan ook meteen aan Ben X bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of je de film gezien hebt van mm-hmm. Balthazar. Dat is ook een autistische jongen die zich eigenlijk zo'n beetje opsluit in die virtuele wereld. Mm-hmm. We gaan eens kijken naar een stukje. Elke ochtend game ik van 5:45 tot 6:33. Altijd. Ik ben ondertussen level 80. Als u dan niks zegt, dat is gewoon veel. Dat wil zeggen dat je sterk bent. Respecteerd. In de wereld. Honderdduizenden mensen online. Ja, nu nog even verder over jouw universiteit die je uit de grond wil stampen. Gamen, moet je daar dan een speciaal talent voor hebben? Of kan je dat dan allemaal studeren op die universiteit? Ik kan dat zeker aanleren. En waar wij op willen focussen in die universiteit is, we gaan natuurlijk effectief ook gamen. Maar het grootste deel van de vakken en het grootste deel waar wij ons op focussen is de juiste mentaliteit hebben, de juiste inzichten hebben om over het algemeen als professionele gamer consistent fenomenaal goed te zijn in games. En wat wij er zo fantastisch aan vinden is al die inzichten en vaardigheden die ervoor nodig zijn, die zijn toepasbaar op alles. Ja. Ja, dat is duidelijk. Dat probeer ik toch wel altijd wel te zeggen. Ja, absoluut, absoluut. Maar ik denk wel, als je zo dagelijks in een virtuele wereld leeft, waarschijnlijk jij ook, jij bent professioneel gamer. Ik zelf niet, maar mijn beste vriend, ja, die wel. Jeremy Mazel wel. Ja. Ja, maar ga je dan niet sociaal contact verliezen en zo? Vraag ik er vanaf, want wij focussen ons vooral op het online gamen, wat heel competitief is. En dat is ook het enige terrein waarin je echt professionele gamer kan worden tegenwoordig. Omdat dat wordt echt als een sport gezien. En op dat vlak is het enorm belangrijk om de juiste sociale vaardigheden te hebben. Anders raak je niet ver in teamverband, raak je niet ver in een guild en zo verder. Dus, zijn er mensen die in de realiteit ook heel goede sociale vaardigheden hebben? Ja, zoals ik net heb gezegd, dus mensen die bijvoorbeeld op sollicitatiegesprekken erdoor geraken omdat ze zien van, jij runt een World of Warcraft guild. Bijvoorbeeld heel zot voor buitenstaanders misschien, maar dat zijn mensen die achter hun computer niet gewoon zichzelf verliezen in een of ander aspect van het game, maar effectief met een headset aan zitten en proberen heel goed met mensen te kunnen coördineren en zo. En dat zijn mensen die er fantastisch goed in worden. Ja. Maar ja, ik kan mij ook voorstellen dat je dan altijd voor je scherm zit. Dat is niet zo goed voor je ogen. Mm-hmm. Wordt er daar iets aan gedaan? Of krijg je dan ook een speciaal vak op je universiteit van ik denk dat balans, onze ogen beschermen? Balans enorm belangrijk is. Iets waar we ook naar kijken, en dat is een heel interessant fenomeen ook in poker. Als je kijkt naar pokerspelers die er echt heel goed in zijn, die weten wanneer ze pauzes moeten nemen. Want je kan niet objectief blijven als je gewoon blijft gefixeerd zijn op de game, blijven doorgamen. Dat werkt niet en dan ga je automatisch verliezen. Ja. Gaan jullie dan ook examens organiseren op die universiteit?
We gaan bepaalde soort van examens, bepaalde soort van testen hebben, maar daar zijn we momenteel aan bezig en dat gaat ook iets heel vernieuwends zijn. We willen niet een bepaalde theorieproef hebben en we willen ook zeker niet dat mensen absoluut de beste moeten zijn in bepaalde specifieke games. Mensen moeten vooral kunnen laten zien dat ze de inzichten en vaardigheden hebben, dat er veel zelfontplooiing gebeurd is en dat ze een following kunnen creëren, bijvoorbeeld op vlak van social media en zo verder. En dat zullen vooral projecten zijn waar mensen moeten mee bezig zijn. Hun eigen YouTube-kanaal runnen. Kunnen laten zien dat ze echt kunnen communiceren naar een audience toe. En want voor professionele gamers is het belangrijk om te kunnen gesponsord worden bijvoorbeeld. En dat gebeurt enkel als bedrijven zien van die mens heeft een following. Ja, dat wordt dus ook heel regelmatig gedaan, dat iemand wordt gesponsord. Ja, je hebt heel de teams van gamers, je hebt vaak ook individuele gamers die gesponsord worden door makers van bekende muizen en toetsenborden, Razer, Logitech, dat soort merken. Maar die studenten worden toch niet gesponsord? Dat is als je echt professioneel gamer bent waarschijnlijk. Er zitten er tussen die nog student zijn en tegelijkertijd al professionele gamer zijn. Er zijn er zelfs die, als je momenteel nu direct naar bijvoorbeeld ik zeg maar een website gaat zoals Owned TV, waar video live gestreamd wordt, kan je meteen meekijken naar professionele gamers die op dit moment aan het spelen zijn. Die hebben dan duizenden kijkers en natuurlijk valt daar veel geld mee te verdienen. Ja. Ja, dat is dus. Je kan echt een volledige carrière uitbouwen als professioneel gamer. Absoluut. En dan moet je natuurlijk wel het diploma halen bij jullie. Wel, het is zo, wij willen niet zo wat beweren dat de nodige kwalificatie is, maar wij willen mensen de vaardigheden en inzichten geven waarmee dat ze in onze mening veel verder ermee gaan geraken dan de meeste professionele gamers of de meeste gewone gamers die nogal gefixeerd zijn op één specifieke game en daarna er vaak uitgeblust raken, omdat ze dan... Game wordt misschien minder populair of zij verliezen de voeling ermee. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich inschrijven via jullie website. Universityofgaming.com. Ja. Ja. En er zijn trouwens al heel veel mensen geïnteresseerd. Hè? Ja. Ik heb het ergens gelezen, duizenden die zich al hebben ingeschreven. Ja. Wij dachten eerst van, ja kijk, selectie zal gemakkelijk zijn, want misschien krijgen we een pak of 20 heel serieuze applicaties. Nou, natuurlijk gaan er veel grappen zijn. Maar met hoe dat het er momenteel uitziet, zullen we serieus onze handen vol hebben met het selecteren. Want we zitten en wat zijn dan de vereisten als jullie moeten gaan selecteren? Heel goede vraag, want wij kijken eigenlijk vooral naar het feit van, willen mensen zich effectief ermee ontplooien? Zijn ze serieus met er een carrière mee uit te bouwen? Want iemand die gewoon wil komen games spelen, van ik kan een jaartje gewoon games spelen, University of Gaming, die mensen kunnen wij er niet door laten, want die gaan ook teleurgesteld zijn. Nou, het zal ook niet gratis zijn waarschijnlijk. Nee, we kijken momenteel naar €1000 voor het hele jaar. Mm-hmm. Misschien gaan we die prijs nog verder naar beneden kunnen krijgen, maar dat is momenteel de prijs, ja. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor het gesprek, Rees. En veel succes met de opstart van de universiteit. Hou ons op de ogen, want de locatie is nog niet bekend, hè? Nee. Maar dat komt allemaal wel. Zien we wel op jullie website. Zeker en vast. Zo. Oké, straks in het tweede deel van Studio TV Oost gaan we het nog hebben